We zijn bezig met de regenboogtour. Dat wil zeggen dat we elke Limburgse gemeente aandoen met onze regenboogbus. Waarbij dat we proberen ons als regenbooghuis te profileren binnen de gemeentes in Limburg. Dat ze weten wat dat wij doen, waarvoor dat we staan. Dat we ook de aandacht vestigen op het feit dat een holibiebeleid binnen een gemeente wel noodzakelijk is. We zijn hier nu in Genk. En Genk is eigenlijk een van de gemeenten waar we het minste noodzaak hebben om ons te profileren, want ze kennen ons goed. En ook het holibiebeleid binnen Genk staat op punt eigenlijk en men werkt er serieus aan om ons te helpen. Het Regenbooghuis is de koepel van de verschillende holibieorganisaties in Limburg. Het zijn er een 15-tal op dit ogenblik. Het Regenbooghuis is ook de fysieke locatie waar dat wij een café uitbaten, waar dat de vereniging de verschillende activiteiten kunnen organiseren en waar holibies op een eenvoudige manier binnen kunnen komen, laagdrempelig, en waar dat ze zich op hun gemak kunnen voelen en gewoon kunnen praten en een glas erbij drinken. Het Regenbooghuis kan je vinden in de Melderstraat 38 in Hasselt. Het is een heel leuke locatie, dus iedereen daar naartoe. Sinds de nieuwe legislatuur hebben we heel duidelijk gekozen voor een holibi- en transgenderbeleid in Genk. Dat was eigenlijk gewoon ermee starten, maar we vonden dat wel heel belangrijk. We hebben 40 holibies en transgenders samengebracht en daar is een holibi-beleidsplan uitgekomen. En er staan heel wat maatregelen in dat we als stad sensibiliseren, dat we het imago als holibi-vriendelijke stad versterken, dat we mensen ondersteunen als ze moeilijkheden hebben. Eigenlijk heel wat maatregelen die we nemen en we hebben dat in een 7-puntenplan gebracht. En blijkbaar vinden ze in Limburg bij het Regenbooghuis dat een prachtig voorbeeld, want ze nemen dat naar alle 44 gemeentes mee. En ik ben natuurlijk een heel trotse schepen dat ik hen hier kan ontvangen. En waar wij nu de komende tijd vooral aandacht gaan besteden, is aan het thema bespreekbaar maken in de Genkse scholen. Zowel de lagere als de middelbare scholen. En Idaho, de internationale dag tegen homofobie op 17 mei, dan nodigen we alle scholen uit om een engagementsverklaring te tekenen en een aantal zaken in een school het komende jaar te doen. En we denken dat dat zeer veel effect zal hebben naar een hele brede groep mensen in Genk.